gaan nu de spie hijsen vanaf de lijkant van de boot. En dit doen we met de boom eerst zetten. Dus we gaan eerst de spieboom zetten. Die haal je uit de koker. Zet je eerst de loopschoot vast. Vervolgens de musketonhaak in het midden aanslaan. Dan de spieboom vastzetten aan de voorkant van de mast. Zorg hierbij dat de lijbarberolen van de spieschoot los is en loef aan. Vervolgens pakt de fokkenist de spie vast en die gooit hem naar buiten terwijl de stuurman het hijst. De stuurman heeft altijd zijn hand op de giek, zodat bij een onverwachte winddraaiing dat de giek niet ineens door de boot tegen de fokkenist aanklapt. Zo ver mogelijk voorin zitten, dus de spieschoot van de fokkenist tussen je benen en je hand op de giek. De grootschoot kan gewoon losgelaten worden.